school roepen. Mijn vrouw die gaat... Ik ga... vrouw nog niet. Mijn levenspartner die gaat vechten en die wordt opgepakt. Weet jij dat dat heel vernederend is om u te moeten komen ophalen in het politiebureau? Jij voelt dat misschien zo niet aan, maar ik vind dat heel vernederend. Laat me gerust maar gedoogloten, zeer. In heel mijn leven heb ik nog nooit problemen gehad met gerecht. Brave jong. En nu dit. Je hebt de verkeerde levenspartner gekozen, hè jong. Daar wil ik het nu niet over hebben. Ik wil niet dat jij er met je moeilijkheden geraakt. Ik wil het niet. Ik zal mijn eigen boontjes wel doppen. Als jij boontjes te doppen hebt, hè, dop die dan hier, maar niet in Elzen. Niet op de markt, niet in het gemeentehuis, niet op dat rondpunt, maar hier bij mij. Wil je wat zeggen dat je weer buiten mag? Toch niet om je uit een boel op stelte te gaan zetten. Maar ze hebben mij daar nodig. Huurt je mij? En ik zal helpen, want ik kan het nou. Ik kan nou schrijven. Ik kan brieven schrijven en alle gazetten zullen kalen. En ik kan pamfletten opstellen dat van bus tot bus verspreid zullen worden. Dat is toch allemaal niet meer nodig? Daar kan u toch niks meer aan gedaan worden. Dat winkelcentrum, hè, dat komt er hoe dan ook. Dat weet ik. Maar ze weten nog altijd niet wat de arme Elzen naar zeeën moeten. En jij kunt ons allemaal helpen, Melvin. Je kunt beter schrijven dan ik. En je hebt veel connecties. Peggy, ik wil niet dat je er nog langer mee bemoeit. Ze regelen op mij. Ik wil het niet. Jij wilt mij dus niet helpen. Dat is toch allemaal verloren tijd. Verloren tijd? Verloren tijd, ja. Mensen helpen is verloren tijd. Maar zo bedoel ik het toch niet. Je vindt me altijd goed wat jij bedoelt. Je hebt kinderen niks meer te zoeken. Elzen is mijn gebouw te groot. Hier is uw plaats. Ik ben gevangenen niet. Jij zet mijn vrouw. Dan ben ik nog liever de zon als ik vroeger was. Hoe durfde jij nu zoiets te zeggen? Ik ben er niet binnen gepakt, jong. Besef ik wel wat ik kan al voor u betalen? Ik zet er mijn eigendom niet. Jij ondankbaar schepsel. Je hebt ik juist maar nodig van een boek te kunnen schrijven, ja. Dat is niet waar en dat weet je goed genoeg. En nou gaat je geld verdienen met een ander zijn bezeilen. Met bloedzuigen, dat zeg jij. Ik heb u leren lezen en schrijven en ik heb zelfs nieuwe kleren voor u gekocht. Oh, heb je het ze. Ik wist dat er mijn dag ging komen dat je me daar onder mijn huis zou krijgen. Een beetje, hè. Maar dan ook een heel klein beetje dankbaarheid zou tonen, hè. Dan zou mijn